Ome Joop's tour deed dit weekend Tiel aan. Ruim 150 kinderen uit Arnhem en omgeving kwamen vrijdagavond in Tiel. De kinderen rijden elke dag een etappe. Zo wordt er elke dag een flinke afstand gereden. Zaterdagochtend verzorgde wethouder Driessen de aftrap van de etappe naar Kaatsheuvel. De kinderen hadden overnacht in sporthal Westrooien en waren getrakteerd op pannenkoeken en gaten zwemmen in zwembad Groenendaal. Het doel dat de stichting Ome Joop's Tour nastreeft is het jaarlijks organiseren van een fietstour voor jongens en meisjes in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar. Bovendien moeten deze kinderen weinig of geen vakantiemogelijkheden hebben. Maar jongens en meisjes, ik ben een prima vrouw en ik kom op de tour voor de kastvrouw. Wil je die niet? Wil je die niet? Wil je die niet? Wil je niet? Een applausje, hè? In de organisatie zijn ongeveer 80 vrijwilligers actief en wordt al vanaf 1950 vanuit Arnhem georganiseerd.